Dag beste kijkers, we hebben hier een heel rare onverwachte video voor jullie, wat dat eigenlijk een cut zal blijven. Ik ga dat hier gewoon rauw houden, omdat dit een hele vreemde situatie is. Jullie herinneren jullie nog het tournament van het toernooi van het Vier op een Rij? Wel, nadat dat gebeurde, heb ik bericht gekregen van twee mensen, van Louisa en van Michiel. Twee mensen die jullie al in de wegstemvideo's hebben gezien. En beide van hun beweren dat ze de meesters zijn van het spel Vier op een Rij en dat zij sowieso hadden gewonnen tegen Evelien dan. Wel, nu wil ik dat uittesten. Twee mensen die zeggen dat ze niet te verslaan zijn in dit spel. De verliezer hiervan gaat in een speciale categorie genaamd de Hall of Shame van het Ian-kanaal. Dus ja, we gaan u niet langer in spanning laten wachten. We gaan gewoon zien wie van deze twee beter is. En we gaan dit zo doen. Michiel, wilt jij een keer in Google intikken www.playc4.com? www.playc4.com playc4.com. Ja. En dan daar op die eerste link. En dan zie je een bord voor u. Ja. Rechts in die tabel ergens zit er zo'n shareable link. Dat stuurt je in deze chat en daar moet Louisa dan op klikken. Ja. Oké. En dan deelt jij je scherm. Yes. Michiel, deel jouw scherm. Oei, maar er staat hier van alles op. Ik ga het doen. Open. Oké. Louisa, jij moet die link dat je in de chat krijgt openen. Hallo. Oké, normaal gesproken zien jullie mijn scherm. Ik zie jouw scherm, ja. Ja. Oké, ideaal. En als Louisa erin is, dus, dan gaan we het zien. Ik heb de link geopend. Zit je erin? Moet ik... wacht. Start game? Ja. Ja. Ik begin? Ik denk het wel. Ja, probeer eens. Ja, oké. Ja, dus... Oké. Okay. Ik wil het daar zetten. Wie heeft er juist gezet? Ik. Ja, Michiel is rood, mensen. Louisa is blauw. Let's begin. Oeh, spannend. Ja, ik had me beter geoefend. Ik heb me niet eens geoefend. Oh, maar jij bent... Ja, zijn beginners fout, hè. Jij bent toch de koningin van dit spel, heb je gezegd? Ja. Wacht maar. Mensen, jullie kunnen niet geloven hoeveel trash talk er was tussen deze twee, hè. Het is dat nu, hè? Ik kan niet plaatsen, jong. Oké. Okay. Ja, mijn internet is een beetje wrak op deze moment, wacht. Oh, nee. Roep. Oké. Okay. Oeh. Ik zie het al. Ik word hier vol gelokt, hè. Ga ik het doen? Mensen, wie gaat er winnen? Is het Louisa of is het Michiel? Ik leid hun af met mijn zangkunsten, want leren focussen is een stil. Ik ga nadenken, hè. Oh, er is maar één pot, hè. Godverdomme, ik moet het wel in de eerste keer goed doen, hè. Oké. Spannend, mensen, spannend. Echt, hè? Het is een titelgevecht, hè? Mijn internet is ondertussen aan doodgaan.
Excuses, excuses. Spannend, jongen. Yep. Voor mij niet zo, want ik weet toch dat ik ga winnen, maar bon. Oké. Okay. Ben ik er aan het proberen om te zien wat je aan het verseren bent. Hè? Waarop. Niet veel precies, hè. Oké. Misschien heeft de Joegoslavische aanpak genomen. Jongen, dat is de Russische aanpak, hè? Allee, ik ken een klassieker. Wat? Ah. Ik ben de Koreaanse aanpak aan het proberen. Ah, als je het ziet, ik dacht wel zoiets. Oké. Okay. Akker doen, wat ben ik hier allemaal aan het verseren? Ah, dat is vertikken. Michiel spreekt een vreemde taal. Oehoe. Mondetje, daar gaat het. We zien hier misschien de traps okay, ja, nee. Gelegd worden, hè, mensen. Dit is zo spannend. Ja, de spanning is te snijden. Ah, hop nog de. Ik denk dat gewoon wel, maar doe maar. Ja, ik denk dat gewoon. Nee, ik ben... Het maar. Godverdomme. Woehoe! Ja. Dat heb ik gezegd! We hebben de minder beste mensen. Weg met de trash talk. De winnaar is Louisa. Oké, maar ik ga het niet oplichten. Ik ben nog nooit tegen een fysiek persoon verloren in dit spel. Enkel tegen een computer. Okay, en ik win ook altijd met planken van Ian. Dat is een gigantische leugen. Dat is de grootste leugen dat er bestaat. Mensen vertrouwen haar niet. Ian, ik weet het. Haar haar is niet natuurlijk zwart. Ik plank gemakkelijk 20 minuten. Een stuk gemakkelijk. Mensen, op een dag hè, heb ik zo hard geplankt dat Louisa is beginnen te lenen. Het is daarom dat haar ogen zo blauw zijn door die tranen. Dit spelletje opgenomen, het was wel spannend. Het was wel niet aan wie zitten gelukt, dat moet ik wel toegeven. Het was wel gedichte tegenstanders. Hè. Michiel, jij gaat naar de Hall of Shame. Dank je. En ik? De Hall of Shame. Jij bent ja, ik geef jij, tuur. Hebt, jij hebt je woord bewezen. Wat heb ik gewonnen? Je hebt wel nog nooit gespeeld tegen Evelien. Evelien was de winnares van het wegstem... niet wat wegstem, dingen van de 4 op een rij toernooi. En daar is ze onverslagen uitgekomen. Oké. Okay. Dus heeft in totaal, challenge accepted. Ze heeft in totaal 4 keer gespeeld, denk ik, en 4 keer gewonnen. Just maar so. Dat wil ik tegen haar spelen, ah, wel, als de ultieme winnaar. Dat wil ik ook eens regelen, ja. Dat wil ik ook eens regelen. Yeah! Hey.